Mijn naam is Joel en we kijken naar Telezoom Fiber Speeding Up Success. Gaming is een snelgroeiende entertainmentmarkt in de wereld. En ook in Suriname is de gaming community aan het groeien. We zijn nu bij het Lalalu Complex waar FIFARA een gaming competition organiseert. Kom mee, zodat we kunnen kijken hoe Telezoom Fiber de gaming community ondersteunt. Wel, ik zet fiber in voor mijn gaming. Vanuit mijn router, rechtstreeks met de LAN-kabel, naar mijn PlayStation 5. Gewoon voor een stabiele internet, voor een stabiele connectie. Niet lang geleden heeft Telezuur glasvezel aangelegd in het project bij ons. Voor ons in Suriname is het belangrijk om een goede internet te hebben vanwege onze locatie in de wereld. We hebben meestal een iets slechtere ping dan mensen vanuit Amerika of Europa. Maar een stabiele connectie zorgt er toch wel voor dat we toch wel een beetje toestand of online beter kunnen spelen. Je hebt geen schommelingen qua glitches wanneer je een shooting game hebt bijvoorbeeld. Je shots zitten sneller, je schoten gaan gewoon direct. Bij een FIFA game bijvoorbeeld, je ballen paasje makkelijker, alles gaat smoother. En je hebt ook een leukere ervaring dan, want als je glitcht, als je gameplay glitcht, stress je ook veel en dan is het ook niet meer prettig. Ik zou Telezuur Fiber Internet aanbevelen aan andere gamers. Ik zou ze sowieso zeggen, neem het. Het is de belangrijkste stap die je gaat nemen in je gaming carrière. Het zorgt ervoor dat je betere snelheden hebt. Je data is sneller. Ik geef een voorbeeld als je in je huis bent zonder die fiber internet van Telezuur. Voorheen had ik dat niet. Als ik even op YouTube ga op mijn tv en ik probeer te gamen tegelijkertijd, glitch mijn hele gameplay, is mijn download speed heel laag en al. Maar sinds ik die fiber internet heb van Telezuur, is alles smooth. Als ik ervoor zou willen kiezen om te streamen, zou ik dat ook gewoon vrij kunnen. Dus voor mensen die hun gaming carrière een beetje verder willen brengen om te streamen, om een beetje internationaal te gaan, zou ik het heel erg aanbevelen. Het is sowieso een must.